Matthew Heyman, het ziet ernaar uit dat je dit jaar opnieuw de Tour de France misloopt. Is dat een ernstige teleurstelling voor je? Ah, het is de mooiste koers van wielrennerij. Maar voor mij is het vooral om de klassiekers goed te zijn. En in het voorjaar was ik goed. Dus elk jaar is dat mijn grootste doel, is de klassiekers. En niet zozeer de Tour. Maar ik wil heel graag een keer rijden. Het blijft gewoon de grootste koers van het jaar. Dus, je hebt de hoop nog niet opgegeven? Nee, ik word ondertussen wat ouder, maar ik hoop dat ik een keer mee kan doen aan de grootste wielerkoers van het jaar. Nee, want het aantal Australiërs in de Tour de France wordt met het jaar groter, dus het moet leuk zijn om daar een keer bij te zitten. Ja, zeker. Er is al een tijdje gesproken dat er misschien wel eens een keer een Australische ploeg zou komen, maar dat is nooit van de grond gekomen. En dat komt alleen omdat mensen zien dat er meer en meer Australiërs in de profpeloton rondrijden en ook nog meedoen aan de Tour en op de hoogste niveau met mannen zoals Cadel Evans en met ritzekers heb je dan ook nog Robbie McEwen en Stuart O'Grady en zo. Dus mensen zien wel dat Australiërs goed meedoen in de Tour. Zou dat voor jou een aardige optie zijn, een Australische ploeg? Ja, het is nooit echt verder gekomen als geruchten allemaal. Dus het moet er eerst zijn en het moet eerst een paar jaar zien dat het goed gaat. Ja, het zou wel leuk zijn natuurlijk, maar ik voel me ook hier thuis. Het Australische wielrennen is in opkomst. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat Cadel Evans heeft gedaan de afgelopen jaren, ook in de Tour de France. Heeft dat een flinke boost gegeven aan het wielrennen in Australië? Ja, zeker. De laatste paar jaar zien we wel dat de lokale omroepen vaak meer van de wielrennen en zeker van de Tour en nu dit jaar van die klassiekers. Paris-Roubaix was gewoon live te volgen, s'nachts in Australië. En veel mensen hebben dat gevolgd en een samenvatting van die andere klassiekers. Dus dat leeft meer en meer mee in Australië. En de Tour, alle bergetappen zijn gewoon live te volgen. Dus die mensen leven dan mee. Is het nu hoop op een Australische Tourwinnaar? Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Ik ga eerst en vooral van mijn eigen ploeg. En als dat niet lukt, dan zal wel landgenoot zal ook mooi zijn. Jij hebt Australiërs en Amerikanen eigenlijk. En twee landen die opmerkelijk goed bezig zijn. Alles wat naar Europa komt, dat is bijna goed. Het enige wat ik kan bedenken is dat die beide landen, Australiërs en Amerikanen, huis en haard achterlaten en naar Europa komen. En eigenlijk dat er geen vluchtroute is. Ze hebben geen alternatief. Het zal en het moet lukken. En ik denk dat een van de oorzaken is dat op het moment dat je het beslist om de oversteek te maken en naar Europa te gaan, je familie achter te laten, dan is er geen weg terug meer. Dan is er full commitment en dan ga je ervoor en dan wil je er alles voor doen om te slagen.